Een goedemiddag allemaal. Mijn naam is Alex Snyder, Field Application Engineer bij Wurtz Electronic. En vandaag hebben wij een sessie over power inductie selectie voor een DC-DC converter. Deze sessie wordt gegeven door mijn collega Ralf Vleugels, ook een Field Application Engineer, gesitueerd in België, waar ik in Nederland mag verblijven. Ralf gaat vandaag een presentatie geven over power inductor selectie. Tijdens de presentatie is iedereen gemuted. Dat wil zeggen dat jullie niet mogen praten. Althans, mag wel, maar we horen jullie niet. Maar mocht je vragen hebben, dan kan je die gewoon stellen. We hebben een vraag- en antwoord sectie of een Q&A afhankelijk van je taalinzettingen. Rechts in het beeld, daar kan je alle vragen intypen die er mogelijk wijze zijn. En dan zullen we dan uiteraard proberen te beantwoorden gedurende deze sessie. Mocht het gedurende de sessie niet lukken, dan kan dat natuurlijk altijd achteraf. Kunnen we dat nog beantwoorden of in ieder geval een poging wagen tot. Voor nu wil ik jullie wil ik graag het woord geven aan Raf. Raf, veel succes en het woord aan jou. Oké, dankjewel Alex voor de introductie. Dan zullen we van start gaan met de agenda voor dit webinar. We beginnen met een introductie waarom de selectie van een power inductor heel belangrijk is voor de applicatie en welke voordelen dat voor jullie met zich mee kan brengen. Daarna ga ik wat dieper in op de verschillende topologieën, maar voor non-isolated DC-DC converters, maar omwille van de beperkte tijd die we vandaag hebben, hebben we één voorbeeld uitgewerkt en dat is de boost converter. Tijdens deze uiteenzetting van de boost converter gaan we de bepaalde parameters bepalen, zoals inductantie, we gaan over ripple current spreken en over switching frequentie. En met die input, dat zijn dan de key parameters om ook de juiste inductor voor de applicatie waaraan jullie werken te gaan selecteren. Volgende puntje op de agenda, dat zijn de verliezen. DC-DC converters moeten vaak zo efficiënt mogelijk zijn, of efficiëntie is alleszins een heel belangrijk begrip. Dat wil ook zeggen dat we de verliezen zoveel mogelijk moeten gaan beperken. Daarna heb ik ook een demonstratie gepland van onze gratis online tool RedExpert over hoe deze tool jullie kan helpen om de beste power inductor te gaan selecteren. En zoals Alex net zei, gaan we afsluiten met enkele vragen en antwoorden. Goed, zoals beloofd, hier is een eerste introductieslide over hoe dat we how to choose a power inductor. Er zijn heel veel verschillende soorten power inductors in ons gamma beschikbaar. En elke applicatie of elke klant heeft wel andere zaken die belangrijk zijn. Sommige klanten vinden de efficiëntie van de DC-DC converter enorm belangrijk. Anderen willen graag de compactst mogelijke oplossing gaan selecteren. En die twee die gaan al bijvoorbeeld niet hand in hand. We gaan straks spreken over saturatiestroom en over rated current. Dat maakt het ook iets moeilijker om welke parameter moet ik nu met welke parameter van mijn DC-DC converter moet ik nu gaan vergelijken met welke parameter van mijn inductor. En er zijn nog andere applicatiegerichte vragen die klanten soms hebben omtrent de spanning die over een power inductor mag staan. Sommige applicaties hebben een hele hoge temperatuur. Dus voordat je het weet, moet je door het bos de bomen nog kunnen zien en op een snelle manier de beste inductor gaan kiezen voor jouw applicatie. En dat is iets dat we vandaag in dit webinar gaan bespreken. We hebben daar ook tools voor, maar daarnaast willen wij als Wurtz Electronic ook heel graag samen met jullie op zoek gaan naar die power inductor. Dus daar kan ik en Alex bij assisteren, maar jullie kunnen gerust zo contact opnemen met de klantverantwoordelijke van Wurtz Electronic om jullie hierbij te helpen. Kijken we dan naar de verschillende DC-DC topologieën. Hè. Dan heb ik hier de drie voornaamste er even opgezet. Hè. Het is altijd non-isolated. Dus vandaag spreken we enkel over DC-DC converters met inductors en niet met transformators. Dus de buck, en dan gaan we van een hoge ingangsspanning naar een lagere outputspanning. De boost die doet net het omgekeerde. Dus dan vertrekken we van een lage inputspanning en gaan we is de output voltage hoger dan de input. En de CPIC of eventueel een buck boost, die kan beide gaan doen.
Zoals gezegd, omwille van de tijd hebben we het voorbeeld van de boost converter vandaag uitgewerkt. Buck en andere topologieën zijn vergelijkbaar. Ik heb straks ook nog een vergelijking tussen de buck en tussen de buck en de boost. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Laten we starten met die boost converter dan nu. Dus dit is het schema, zoals het basisschema eigenlijk van zo'n boost converter. Waarin dat we hier aan de linkse kant de input hebben. Aan de rechtse kant hebben we een bepaalde belasting. We willen, omdat het een boost is van die lagere inputspanning, willen we hier een hogere spanning gaan creëren. En dat doen we aan de hand van een switched mode power supply. Dus we hebben een switcher, een IC, die dat deze schakelaar gaat aan- en afschakelen. En als we dat op de juiste manier gaan doen, in combinatie met de energieopslag in deze spoel, gaan we hier een hogere spanning gaan genereren. Dus deze twee schema's eigenlijk, die ga ik zelfs ook nog meer in detail bespreken. Dus er zijn eigenlijk twee standen waarin de schakeling zich kan bevinden. Enerzijds met deze schakelaar gesloten. En de stroom moet natuurlijk altijd vloeien, dus die gaat de inductor opladen. En in het andere geval gaat de opgeladen inductor ontladen over de load hier. Dus laten we starten met het schema of het vervangschema als de switch gesloten is. Hè. Dus we zien hier in het blauw, we hebben eigenlijk de stroom doorheen de inductor. Hè. Dus die stippellijn is een vlakke lijn in functie van de tijd, maar rond die stippellijn gaan we een ripple hebben. Hè. Dus als we deze schakelaar gaan sluiten, zien we hier de stroom doorheen de spoel, die gaat verhogen in functie van de tijd. En dus hier gaan we die spoel gaan opladen. En hier zien we nog enkele andere formules, daar wil ik vandaag ook niet al te diep op ingaan, behalve op de belangrijkste. Dus nadat die schakelaar gesloten was, gaat de switcher of het IC gaat dan de schakelaar gaan open doen. Hè? En op dat moment gaat de stroom uit de inductor vloeien en gaat de spoel dus gaan ontladen. Dat gebeurt tijdens de off-tijd. Hier zien we dan ook de formule van de duty cycle. En dus de duty cycle die gaat de outputspanning ten opzichte van de inputspanning gaan bepalen. En hier is dat 1 min Vin over Vout. En als we bijvoorbeeld van 12 volt in naar 24 volt out willen gaan, dan is de duty cycle 50%. Dat wil zeggen dat er 50% van de tijd de schakelaar open is en 50% van de tijd gaat de schakelaar gesloten zijn. En op die manier krijg je dan die hogere spanning. Dus het opladen van de spoel en het ontladen, dat gaan we heel veel keer per seconde gaan doen. Hè. En dus die totale periode van de on- en de off-tijd, hè, dat we van hier zien tot en met hier, dat is één periode. Het omgekeerde daarvan is de switchingfrequentie. En die wordt bepaald door de switcher, of het IC dat gekozen wordt aan de hand van alle andere parameters voor de applicatie. En soms is die ook instelbaar. Dat hoeft geen vaste frequentie te zijn. Mogelijk kunnen we die ook nog verder gaan fine-tunen of gaan aanpassen. Een andere heel belangrijke parameter is dan de ripple current. Wat dat de load of de belasting, die gaat een bepaalde, of er gaat een bepaalde gemiddelde stroom door de inductor gaan vloeien. Maar dat is niet continu. Hè? Dus wat dat we hebben, dat is die zaagtand dat we hierop zien. Dat is de ripple. En die wordt gedefinieerd aan de hand van deze peak-to-peak value ten opzichte van de gemiddelde stroom door de inductor. Als we dan bijvoorbeeld door de inductor een stroom van 10 ampère zou vloeien, dan gaat die bijvoorbeeld van 9 tot 11 ampère, gaat die van 11 terug ontladen naar 9 ampère. En dus hebben we dus 2 ampère peak-to-peak over een gemiddelde van 10 ampère zorgt voor een ripple van 20%. ripple currents liggen gemiddeld gezien ongeveer tussen de 20 en de 40%. Hè. Iets minder dan 20 zou eventueel ook nog kunnen. Ripple currents van boven de 40 zijn ook mogelijk, maar als we straks verder gaan zoeken naar de juiste inductor, dan is het een goede waarde om te starten iets tussen de 20 en de 40% qua ripple current. Hier hebben we dan de formule van de inductor. Die is dus afhankelijk van de input voltage,
Dat is een vastgegeven uit voor de applicatie of de reden waarom dat je de DC-DC converter aan het plaatsen bent. We hebben D is de duty cycle. Hier hebben we dan de stroom door de inductor. Die is natuurlijk heel afhankelijk van de output stroom die je ook nodig hebt. Dus gaan we dat ook omrekenen. Dus dit zijn eigenlijk deze drie parameters zijn gegevens van je applicatie die een DC-DC converter vereisen. De parameters waar we ook mee kunnen gaan spelen, dat is de switching frequentie. Dus we kunnen door onze switcher in te gaan stellen een andere frequentie gaan selecteren. Of we kunnen gewoon een ander model gaan kiezen. En de ripple current is een andere belangrijke parameter. Die we ook kunnen gaan doen. Dus als je graag een lagere ripple current hebt, dan moet je een iets hogere inductantie gaan selecteren. Als we dan gaan stellen dat de inputstroom ongeveer gelijk is aan de stroom door de inductor, dan kunnen we ook de formules van daarnet gaan ombouwen. In plaats van de inductor current er juist te hebben, dan kunnen we die ook gaan omrekenen naar een bepaalde output current. Dat hebben we hier even gedaan. Dus op zich is het gewoon, het zijn andere formules om te gaan uitrekenen wat de inductorwaarde moet gaan zijn. Belangrijk bij een boost converter is om te weten of om te beseffen dat de stroom in de inductor hoger zal zijn als de output current. Maar opnieuw, het belangrijk hier om eens te weten dat je bepaalde input parameters hebt voor je DC-DC converter, maar switching frequentie en ripple zijn zaken dat mogelijk zijn om te gaan wijzigen. Hiermee hebben we dus hier heb je terug gewoon het basisschema van onze asynchrone boost converter. We hebben drie verschillende spoelwaardes genomen als voorbeeld, waarin dat de blauwe curve hier, die heeft de laagste inductantie. En de laagste inductantie, als al de rest van het schema hetzelfde blijft, dan gaat die zorgen voor een hogere ripplestroom. En de rode is degene met de hoogste inductantie en die heeft de laagste ripplestroom. Nu is het perfect mogelijk dat al die drie inductors, de fictieve inductors die we hier hebben genomen, dat die alle drie gaan werken. Maar het gevolg van een andere inductantiewaarde te kiezen, is een andere ripple current. En natuurlijk, afhankelijk van die ripple currents, de gevolgen daarvan zijn wel dat er iets meer verliezen kunnen optreden. Dus iets meer opwarming kan gaan plaatsvinden. Of op vlak van EMC zou dat ook een hogere ripple current zou ook nadelige effecten kunnen hebben. Even hier nog een korte vergelijking tussen de boost die we nu de voorbije slides hebben besproken en onze bug. Dus bij de boost zien we een andere formule staan voor de duty cycle. Maar ze zijn natuurlijk wel afhankelijk van dezelfde parameters. Ripple current, zoals gezegd, is het een goede startpunt om mee te beginnen, is tussen de 0,2 en 0,4. De L-waarde, zoals je duidelijk kan zien, zijn dat twee andere formules. Maar dus naarmate de switchingfrequentie hoger is, kan de inductantie kleiner zijn. Dat is zowel voor de bug als voor de boost van toepassing. En ook als je een lagere of een lagere ripple wilt, moet je een hogere inductantie gaan nemen. Dat is ook zowel voor de bug als voor de boost het geval. En de andere parameters, dat zijn input parameters voor je applicatie. Kijken we naar de rated current, dan is bij de bug de stroom, de output current die dan nodig is ook de output, de RMS value of de rated current door de inductor. En bij de boost gaat, zoals er straks gezegd, is de stroom door de inductor groter dan de stroom naar de output. Dus in de vorige slides hebben we dan gesproken over die switching frequentie, ripple current en de input en output specs. En daaruit rolde een bepaalde L-waarde, een bepaalde inductantie. Hè? En dat is dan ook de eerste parameter waarop dat we een inductor gaan selecteren. En we hebben hier een datasheet erbij genomen, daar hebben we even de verschillende parameters gaan benoemen. En dus de inductantie is de eerste om mee te starten. En in dit voorbeeld is die 10 microhenry, met een tolerantie van plusminus 20%. En dat wil zeggen dat de inductantie ergens tussen de 8 en de 12 microhenry zal liggen. Natuurlijk ligt die meestal dicht in de buurt van die 10 micro. Maar als die natuurlijk iets hoger zou liggen, dan is het gevolg dat de ripple current in de DC-DC converter wat lager zal zijn. Maar dat heeft verder normaal gezien geen negatieve gevolgen.
De volgende belangrijke parameter op onze lijst is de rated current. Dus de rated current wordt gedefinieerd, en daar gaan we straks verder op stilstaan. Er is niet echt een standaard hoe dat die gedefinieerd wordt. Maar hier hebben wij die wel gedefinieerd als 7,1 ampère max. Die stroom van 7,1 ampère gaat zorgen voor een opwarming van de spoel ten opzichte van de omgevingstemperatuur van 40 Kelvin of 40 graden Celsius. Dus ik zal alvast vermelden dat die 7,1 is geen maximale stroom. Hè. Dat is een stroom dat voor een bepaalde opwarming gaat zorgen. En er zijn verschillende manieren waarop dat die opwarming kan gemeten worden. Dus hier zien we zo drie keer dezelfde spoel met drie andere temperaturen, omdat die dus op een andere manier gemeten worden. Hè. In de bovenste twee worden die vastgezet op een hele dikke draad met hele dikke klems, die dat dus ook goed gaan zorgen voor warmteafgifte. Dit is natuurlijk niet realistisch met een design zoals we dat bij heel veel klanten zien. Maar het zorgt er wel voor dat de rated current hoger gaat liggen. Hè? Of dat de opwarming, als ik het anders mag stellen, lager gaat liggen bij diezelfde 9 ampère. Gaan we die clamps al een beetje verkleinen, dan gaan we zien dat het al direct een impact heeft op de temperatuur en dat die temperatuur al direct met 5 graden gaat stijgen. En hier zien we dan dezelfde power inductor op een PCB met de recommended footprint. En dan wordt die dan ook getest met die 9 ampère. En op die manier hebben wij, of bij 40 graden Celsius opwarming, hebben wij dan die stroom van 9 ampère gemeten. Dit is hoe dat wij als Swoord Electronic de rated current gaan bepalen. En dit is ook, denk ik, de eerlijkste manier dat klanten ook, wat dat wij op onze datasheet zetten, dat dat ook heel hard, heel sterk overeen gaat komen met wat jullie gaan zien tijdens jullie testen of in jullie applicatie. Maar wees jullie ervan bewust dat andere manieren dus ook kunnen voorkomen. En dit is ook direct gelinkt met de RDC van de inductor. En daar kom ik ook straks op terug. Zoals ik al zei, is de rated current geen vastgelegde standaard. Hè? Dus ik mag zeggen dat dit is de grafiek van een bepaalde power inductor. We zien hier de opwarming op de y-as ten opzichte van de stroom wat er doorvloeit. Dus we zouden kunnen stellen bijvoorbeeld dat de rated current 6,17 ampère is. Maar we kunnen ook zeggen dat die 8,55 ampère is. Het is gewoon heel afhankelijk van welke opwarming dat we daarbij vermelden. In het ene geval, bij die 6,17 ampère, gaat die inductor 30 graden Celsius of 30 Kelvin opwarmen. En in het andere geval zal dat verschil 60 Kelvin zijn. Maar beide zouden dus kunnen. Hè? Vandaar dat het ook geen maximale stroom is. Hè? Als we zouden zeggen hier met die 7,1 ampère, is geen maximum stroom, want bij een hogere stroom werkt die inductor nog perfect, maar is de opwarming gewoon groter. Je moet dat natuurlijk in doog houden, of dat kan ook niet eindeloos doorgaan, want vanaf een bepaalde maximale temperatuur zal de inductor ook niet meer dezelfde eigenschappen gaan vertonen naar inductantie toe en dergelijke. Dus we hebben de inductantie afgecheckt. We hebben gekeken naar de rated current dat door de stroom vloeit, door de inductor vloeit. Een ander belangrijk punt dat we er straks ook al benoemd hadden, dat was de peak current. Dus we hadden de stroom door de inductor en dan de ripple current. En wat dat heel belangrijk is dat de inductantie die we gekozen hebben, dat die nog altijd aanwezig is als er een bepaalde stroom door een inductor vloeit. Want de inductantie die gaat naar een bepaald punt gaat die gaan terugvallen naarmate de stroom hoger wordt. En hier hebben we dus gezegd dat de saturatiestroom 10,5 ampère is bij een verlies van inductantie van 10%. Maar ook hier zijn dus verschillende manieren voor om dat te gaan specifieren. En hier zien we zo'n grafiek, want uiteindelijk zegt zo één een tabel, dat zegt zeker en vast iets. Maar het is natuurlijk altijd beter om echt in de grafiek te gaan kijken wat er nu gebeurt na die 10% of rond die 10%. Dus hier hebben we na onze berekening gekozen voor een 100 microhenry spoel. En dan willen we ook dat we in dit bereik, dus hier staat de stroom staat er op deze as, dat we hier blijven werken. Dat we dus met andere woorden ook rond die,
90 tot 100 of 105 micro Henry blijven werken. Hier in dit gebied, zoals je kan zien, als de stroom door middel van die peak currents net iets hoger komt, gaat het direct een heel harde terugval gaan zien in inductantie. En zeker als we volledig gesatureerd zijn hier, dan hebben we een 100 microhenry spoel gekozen, maar als je er heel hoge stromen doorstuurt, schiet daar nog maar ongeveer 10 tot 20 microhenry van over. Dus ja, hier wil je natuurlijk absoluut zeker vast niet zitten. Zoveel mogelijk in het groene gebied. En net zoals bij de rated current, is de saturatiestroom dus ook geen vaste definitie. En kunnen we eigenlijk hetzelfde gaan doen en gaan zeggen van oké, deze inductor die heeft een saturatiestroom van 10,3 of ook van 12,2, afhankelijk van met welke verlies van inductantie we rekening willen houden of moeten houden. En dat kan 10% zijn, dat kan 20% of dat kan 30% zijn. Het hangt maar af van hoe dat, op welke manier dat we het gaan definiëren. Dus hier zien we dan een voorbeeld van, we hebben een inductor geselecteerd, de inductantie van 10 microhenry. We hebben de rated current afgetoetst. En dan hebben we iets fout gedaan met de saturatiestroom. Dus hier links zien we dat wat we verwachten. We zien de zaagtand met het opladen en het ontladen van de inductor. Maar stel dat je dus een niet voldoende rekening hebt gehouden met de saturatiestroom, dan is dit het effect dat je zal zien. En dit is ja, absoluut niet wat je wilt. De vraag is of dit nog stabiel zal blijven draaien. Op vlak van EMC gaat dat heel nadelig zijn. En zeker te verliezen in de spoel, omdat je hier heel hoge piekstromen gaat krijgen. Verwacht ik dat dit ook negatieve gevolgen zal hebben voor het verliezen in de spoel. En dan kan je dus, dit effect kan je dus oplossen door een spoel te gaan selecteren waarin de saturatiestroom hoger ligt. Dan hebben we ook nog de DC resistance, of de RDC. Die is afhankelijk van het materiaal, van de lengte van de draad en van de cross-sectie van de draad. In dit voorbeeld is die dan 13 milliohm. En die is ook gelinkt met de rated current. Hoe naarmate de RDC hoger is, zal de rated current gaan dalen. In onze inductorfamilie zal je zien dat bepaalde inductorfamilie, in exact dezelfde breedte, lengte en hoogte, hebben we die beschikbaar in verschillende inductanties. En die verschillende inductanties die worden bekomen door meer of minder wikkelingen te gaan doen. En als we meer wikkelingen doen, dan krijgen we een hogere inductantie, maar gaan we ook een langere draad gaan nodig hebben. Dus zal de RDC gaan toenemen en dan gaat de rated current gaan afnemen. Dus dat is altijd ook voor ons dan als manufacturer van die spoelen een trade-off om te gaan maken of alleszins verschillende opties dat we dan ontwikkelen, afhankelijk van de applicaties dat jullie of afhankelijk van wat dat jullie nodig hebben in jullie applicatie. Nog een belangrijke parameter is de self-resonant frequency, de SRF. Dus we spreken hier vandaag niet over filtering, maar we spreken over DC-DC converters, waarin dat we het proces van conversie van spanning X naar spanning Y op een efficiënte manier willen gaan doen, willen we voornamelijk gebruik maken van het inductieve gedrag van die spoel. En dat inductieve gedrag dat zien we hier. Dus we zien hier de impedantie ten opzichte van de frequentie. En die impedantie zou in theorie zijn de rechte lijn. Maar na een tijd gaan we andere effecten gaan beginnen zien. En in dit gebied is eigenlijk onze spoel een soort van capaciteur geworden. Want de impedantie daalt nu naarmate de frequentie stijgt. En exact op het punt waar dat we dan dat de overgang is van inductor naar capaciteur, zitten we op het self-resonant frequency point. Dus daar is het puur een weerstand. En zoals gezegd, willen we eigenlijk zo weinig mogelijk weerstand, dus willen we hier een heel stuk onder gaan blijven. Dat is wat we hiermee bedoelen. Willen we daar ver weg van blijven. Dus in dit gebied kun je je inductor goed gebruiken als een DC-DC-converter, maar hier wil je dat zeker en vast niet gaan doen, of is dat heel, is het niet bruikbaar. Gaat je veel te veel verliezen gaan zien. Dan nog even iets kort over de inductorselectie. In verband met de spanning. Het merendeel van onze klanten doet DC-DC-conversies van 5 volt naar 3,3 of van 24 volt naar lagere spanningen.
Maar die spanningen vallen meestal redelijk goed mee. Maar er zijn ook applicaties die van veel hogere inputspanningen vertrekken. En als dat het geval is, dan zal er een hogere spanning over onze inductor komen te staan. Er zijn inductors die ervoor ontwikkeld zijn. En we hebben als Soort Electronic speciale inductorfamilies met betere isolatie over onze draad, zodat die wel tegen die hogere spanningen tegen kan. Maar zeker en vast niet al onze inductors zijn ervoor geschikt. Dus dat is iets dat we ook inzichtelijk maken in RedExpert, of dat je bij ons advies kan inwinnen over welke inductor op dat soort van applicaties te gaan gebruiken. Ik wil je nogmaals benadrukken, dit gaat hier over een DC-DC converter, in dit geval een buck, waarin dat er dus een hoge spanning over de spool komt te staan. Als we gaan kijken, dus dat zien we hier, hè, dus als je de 230 volt hebt gelijkgericht, en je gaat dan van die gelijkgerichte spanning naar 5 volt gaan, dan staat er een hele hoge spanning over die power inductor. In dit voorbeeld hieronder hebben we een P-filter gemaakt, capacitor en een spool. En ja, dit maakt geen deel uit van onze DC-DC-converter, of staat ervoor. Met als gevolg dat er geen grote spanning, maar een heel kleine spanning over onze inductor komt te staan. En in dat geval kan je wel gaan werken met standaard inductors. Ook al is die spanning misschien hier 400 volt en hier 399,5 volt, zijn twee hoge spanningen. De spanning over de inductor is heel beperkt, dus kan je een gewone standaard inductor gaan gebruiken. Dan nog even kort iets over de verliezen. We zien hier drie verschillende DC-DC converters. Allemaal met dezelfde input- en outputspanning, dezelfde switchingfrequentie, dezelfde ripple current. Maar wat zien we? Sommige spoelen worden heel heet, dat zien we hier in het midden. En andere spoelen worden blijven een stukje koeler. Of hebben we misschien wat minder energieverlies in. En dat verschil kan toch al snel vrij groot zijn. En het is niet altijd gemakkelijk om op voorhand te gaan zeggen hoeveel verliezen we kunnen verwachten. Hè. Dat heeft te maken met de volgende slide, naar de verliezen in ons kernmateriaal en de verliezen in onze draad. Over de DC-verliezen in het koper, in de draad, daar heb ik al over gesproken. Dat is de RDC. Maar daarnaast heb je ook AC-verliezen, omwille van skin effect en proximity effect. Dat naarmate de frequenties hoger worden, gaat de draad een grotere weerstand gaan vormen. Hè? Dus dat zorgt ook voor meer verliezen in uw draad bij hogere frequenties. Dat kan je gaan oplossen, of dat hebben wij als Soort Electronic opgelost, door gebruik te maken van lidse draad of van oplossingen met meerdere draden. Dus dit is een vorm van AC-verliezen in de draad. En daarnaast heb je ook AC-verliezen in uw kernmateriaal. Hè? Dat wisselend magnetisch veld. Sommige materialen zijn geschikt voor bepaalde frequenties. En andere, ja, zijn, bij andere materialen gaan er bijvoorbeeld meer verliezen optreden. En dit alles, hè, zeker het stukje van AC-verliezen, dat hebben we als Soort Electronic al onze power inductors voor opgemeten en in het RedExpert tool gegoten. Zodoende dat het voor jullie onmiddellijk inzichtelijk zal zijn welke AC-verliezen jullie kunnen verwachten. En dat wou ik nog eens heel kort demonstreren aan de hand van onze RedExpert tool. Hier ga ik heel even mijn ander scherm voor delen. Dus dit is onze gratis online tool. Die vind je via deze link, maar je kan ook gewoon RedExpert even in Google ingeven. Ik heb nu een geregistreerde account. Heeft hij mij onmiddellijk onthouden, maar op die manier kan ik ook straks ook de AC-verliezen in RedExpert gaan zien. Dus ik kan jullie allemaal vragen of aanraden om toch even die login te maken. Dan heb ik hier een voorbeeld gepakt van een oplossing van Analog Devices, ofwel Linear Technologies, waarin dat er gebruik gemaakt wordt voor een boost van een lage ingangsspanning naar 10 volt out met 6 ampère. En dit is een heel efficiënte oplossing met een switchingfrequentie van 2,25 megahertz. En hier zie je dan de efficiëntiecurves afhankelijk van de inputspanning. En hier hebben ze ook voor onze spool in dit reference design gekozen, een 470 nanoHenry spool.
En we kunnen dat dus ook inzichtelijk gaan maken. Excuses, ik selecteer de fout knop. Via deze Power Stage Design Tools kunnen we dus ook gaan kiezen en gaan kijken wat voor spoelen in aanmerking komen voor de applicatie. En dus in het voorbeeld van Analog Devices hebben we een synchrone boost. Die dat we hier hebben. Dus als we die module openen, dan wordt er automatisch een venster geopend. Waarin dat er een bepaalde inputspanning is, outputspanning, outputstroom, switchingfrequentie en ripple current. Dus als we dat gaan aanpassen naar de 10 volt van daarnet en de 6 ampère, een switchingfrequentie van 2,25 megahertz. En nu weet ik, omwille dat ik het er straks al heb bekeken, dat zij gekozen hebben voor vrij lage ripple currents. Geef ik even 20% in als richtwaarde voor de ripple current. Wat heeft RedExpert nu gedaan? RedExpert heeft uitgerekend, in deze rekening houden met die input, dat we dan een inductor rated current moeten hebben van minimum die 15 ampère. Die zien we hier. Daar heeft RedExpert automatisch ingevuld. Hij mag maar, heeft de optimale inductantie is 356 nanohenry. Dat is natuurlijk een fictieve of een berekende waarde. Maar we zullen gaan kijken rondom die 356 nanohenry welke oplossingen er allemaal voor in aanmerking komen. Dus dat hebben we gedaan. En dan hebben we hier dus een kolom gecreëerd voor de AC-verliezen en de DC-verliezen. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk om de totale verliezen, dus de som van beide. Daar gaat het uiteindelijk om. En die verliezen gaan zorgen voor een bepaalde opwarming van power inductor. We kunnen dus bijvoorbeeld gaan kijken naar wat voor verliezen dat we hier zien. Dus als we kijken naar de AC-verliezen, dan zijn er oplossingen met 100 milliwatt aan verliezen. En dat gaat tot factor 4, factor 5 keer hoger ook, hè. Dus wij als Soort Electronic hebben in het gamma 29 verschillende spoelen die dat hiervoor in aanmerking komen. We laten ook in functie van de inductantie, volgt er ook een bepaalde ripple current uit. En hier zien we dat we dan op 330 nanohenry met 330 nanohenry een ripple current van ongeveer 21% gaan bereiken. Dus we kunnen gaan sorteren op die verliezen. En ik weet dat de spoel van daarnet, maar dat was de 470 nanohenry variant. Maar die staat hier nu niet meer... niet bij. Dus je kan dus nu maak het heel inzichtelijk om bewust keuzes te gaan maken. Hè. Je kan gaan kiezen tussen de meest efficiënte oplossing. Dat zijn dit soort van oplossingen. Je kan gaan kiezen voor dus die 280 milliwatt aan verliezen. En vrij weinig self-heating. Maar je kan eventueel ook gaan kijken naar oplossingen die nog iets kleiner zijn. Dus dan kan je hier gaan sorteren. Of je kan gaan kiezen voor, moet mijn oplossing True Hole zijn of SMD zijn? Wil ik een shielded variant, semi-shielded of een non-shielded variant? Dat zijn allemaal zaken die we nog op verder kunnen gaan optimaliseren. We kunnen de kleinste spoel gaan kiezen. De kleinste spoel dat in aanmerking komt, dat is een eentje van 5,5 bij 5,3. Maar die zorgt dus wel voor wat meer verliezen en al heel veel opwarming. Hè? Maar het is direct heel inzichtelijk wat dat, als je voor deze spoel zou kiezen, dan zal je dit soort van temperaturen kunnen verwachten. Misschien is een betere keuze om toch die grootte van de ruis, die HCM, te gaan kiezen. Die dat dan inderdaad toch een stukje lager ligt en een stukje minder warm zal worden, maar wel iets groter is. Voilà. Dus dat wou ik jullie graag even tonen. En dus nu, als je dan deze aanklikt in functie van die inductantie, gaat hij dan ook de duty cycle berekenen. De ripple current in onze applicatie, dus die gaat dan... van 13,2 naar 16,8 gaan. En die 16,8, die gaat dan, die zien we dan ook, dat is de peak current dat we hier gaan krijgen. Goed. Dat was even wat ik jullie kort nog over RedExpert kort wou laten zien. Dus deze gratis tool kan jullie helpen. Maar als jullie er zelf niet uitkomen, betrek gerust de klantverantwoordelijke van Woord Electronic om jullie verder te assisteren bij de selectie van de juiste spoel. Dus ik ga even terug naar mijn presentatie. Ik zie dat de tijd ook
tijd ook op is. En dan stel ik voor dat we overgaan naar de vragen die eventueel zijn binnengekomen, Alex. Dankjewel, Rolf. Interessant verhaal. Er zijn een paar vragen binnengekomen, maar voordat ik daaraan begin, wil ik jullie eerst nog even erop attenderen dat wij volgende week wederom een webinar hebben. Dat zal een tweedelig webinar zijn. Dat betekent dat we 2 weken achter het heen hetzelfde onderwerp gaan behandelen. En dat gaat om EMC in een elektromechanische wereld. Dus dat is een iets andere kijk op EMC. Wellicht ook interessant voor jullie of misschien voor een collega die daarmee mee van doen heeft. Dus dat wilde ik nog even melden. Voordat ik het vergeet, ik heb mezelf. Dan had ik een paar kleine vraagjes veraf. De laatste die ging eigenlijk over Red Expert. Iemand die merkte op dat daar stond EMI Filter Designer. En die vroeg zich af wat dat was. Misschien kan je er iets heel korts over vertellen. Ja, wacht, ik had nog heel even... Zie je Red Expert nu, Alex, of niet? Nee, okay. De presentatie. Ik pak het nog heel even kort voor iedereen dan er kort bij. Daar is ja. Ja, voilà. Dus inderdaad, ik heb, omwille van de tijd, Red Expert is een heel handige tool met heel veel verschillende modules in. Vandaag was het onderwerp DC-DC converters en hebben we dus inderdaad over die Power Stage Design Tools gesproken. Met de voordelen om om te gaan kijken naar de efficiëntie of de compactste power inductor of wat ook belangrijk is voor jouw applicatie. Een andere toepassing binnen Red Expert is de EMI Filter Designer. Waarin dat je dus ook een filter kan gaan opstellen in functie van welke frequentie dat je met een bepaalde aantal verzwakking wilt gaan verzwakken. Dus Red Expert gaat dan hier ook gaan uitrekenen welke inductieve en capacitieve componenten nodig gaan zijn. Hè. Je kan hier ook je input, je load, je source en je load impedantie gaan ingeven. Spanning en stroom. En dan gaat Red Expert zelf verder gaan rekenen van om dit soort van verzwakking te bekomen bij die frequentie, in dit soort van LC-topologie, zal deze inductor en deze capacitor de beste zijn. Hè? En dan kan je ook nog verder achteraf gaan optimaliseren van misschien wil je liever een iets lagere inductantie gaan gebruiken, maar misschien met een iets grotere capacitor. Dat zijn dan zaken die je ook in de volgende stappen kan gaan fine-tunen. Maar eigenlijk, dit gaat wel even duren om volledig toe te lichten, maar dat is ook iets dat we wel graag even samen met de klant die dat de vraag stelt, even gaan doen, hoor. Maar dat gaat misschien voor nu nog wat te ver. Maar dat is even de heel korte basis. Dus hier gaat het om... bij de Power Design Stage Tools gaat het om de optimalisatie van een DC-DC converter. Hier kan je gaan optimaliseren op de filtering componenten. En dus ook de capacitor en ook de inductieve component. Heel duidelijk, heel duidelijk. Het was een klein beetje off-topic, maar wel interessant, denk ik. En ik had nog een tweede vraag. Jij had op een gegeven moment een slide met daar de impedantiecurve op van een spoel. En daar meldde je dat we daar weg moesten blijven. De vraag die wordt gesteld, maar hoe ver moeten we dan eigenlijk daarbij wegblijven? Heb je daar een indicatie voor? Een indicatie heb ik daar wel. Dus sowieso is dat ook iets dat de Red Expert rekening mee houdt. Hè? In welke mate dat we hierbij dit soort van verliezen ook gaan hebben. Maar ik zou er zeker factor 10 van afblijven. Minimaal. Dat kan je misschien als minimale waarde gaan hanteren. Dus in dit voorbeeld 20, ja, 2. Dus dan zit je eigenlijk hierover te spreken. Maar ja, die grote orde of iets lager is misschien wel aan te raden. Want dit is ook geen vast punt. Hè. Dit is een typische waarde. En dat punt zou ook kunnen gaan verschuiven afhankelijk van... Dus ja, werk hier ook niet exact op dat punt als je iets van anders filtering... Of ik zie wel eens klanten die hiermee dan gaan filteren. Maar dat is ook een beetje... Daar moet je voorzichtig mee omspringen. Ja, en als je zegt van die factor 10, dan bedoel jij de schakelfrequentie, die moet de factor 10 lager liggen als de zelfresonansfrequentie. Yes, minimaal. Heel goed. Nou, dat waren de vragen die ik binnen zag komen. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Ik kan helaas niemand zien typen, dus als iemand aan het typen is, dan
Moeten we heel even wachten. Nou goed. Mocht die er nog komen, dan horen we dat natuurlijk graag. Ik denk dat we voor nu kunnen afsluiten. Nogmaals, volgende week wederom zelf tijd, ander onderwerp. Mijn collega Remco van der Grient gaat dan praten over EMC in een elektromechanische wereld. Ja, hopelijk zien we jullie daar ook. Ja, voor nu vast een goede middag en tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, dankjewel. Tot ziens.